Onze volgende gast, dames en heren, is niet zomaar een gast. Onze volgende gast is een ongelofelijke gast. Die niet alleen aan deze stad bouwt, maar ook zijn eigen teksten in elkaar timmert. Om hier vanavond voor ons niet te kunnen zingen zoals Raymond van het Groene Woud over de liefde voor muziek. Maar over de liefde voor de stad. En die liefde heeft hij wel bewezen. Denk u maar eens aan de duizendjarige Abries. En de vijver bij de Zonnevechter. Hier is hij, de opbouwwerker van Haarlem, Thijs Asselbergs. Die zingt over zijn liefde voor de stad. Beminde gelovigen, ik ben katholiek opgevoed. En het is een beetje een nummer waar ik je met Kerstmis heel erg mooi vind. Het is ook altijd een beetje de bedoeling dat je de handen boven de hoofden doet. En dat je op een gegeven moment als het koor dus olé olá zingt. En niet de hele tijd met die handen omhoog. Maar als het koor olé olá zingt, dan ga je met de handen omhoog. En dan doe je olé olá. En het is heel eenvoudig, olé olá. Heb je nog even... Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de studio. Olé! U weet wel, met zijn stamgasten en zijn onhoorbare stereo. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. En wat mij daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. En ik zag Freek en Theo. Ze werden naar een kerkdienst. Olé. Oh, beminde gelovigen, dat was me nog eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals maar menige architect heeft een wezenloos grijs ontwerp komt luisteren naar een murmelend bestuur. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten honden met een heel aardig, wat stond er ook weer, eerste uur. Olé, olé. Ook achterin. En ik bezweer je, beminde gelovigen. Het ging vooruit. 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 Het ging verbazend goed vooruit. Het ging 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 verbazend goed vooruit. Het ging 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 verbazend goed vooruit. Met zoveel vuur. Zoveel vuur. Waarom is de stad zo minder als de oude? Olé, het zal toch niet te maken hebben met de wijze waarop wij vroeger bouwden? Zwijg me, er wordt gevloekt. Zwijg me van de laatste kutarchitect uit Nederland. Olé, en zwijg mij van Vromen Dreesman, oh God zijn onderkant. Olé. Wel, zijn er nog mensen die goed kunnen praten? Olé, olé. Ze zouden eens hele zinnen in de krant moeten blaten. Olé, olé. Trek Haarlem uit de traditionele. En geef ze smaak. Dat maakt me blij. En geef ze vuur. Geef ze vuur. En geef ze vuur. 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 Geef ze vuur.
het beste met Haarlem. Hij was voor Carolien en voor Hans. En voor Freek en voor Theo. Oh jee. Dit riekt naar omkoping, maar we bouwen hier voor ons in voor. Hey Thijs. Je hebt het toch nog kunnen zeggen, hè, geloof ik. Dat vind ik fijn voor je. Maar smaak valt niet te twisten. Wacht, hey, Thijs. T-shirt en een bandje. Thijs.